Fantastisch, hi. Wie ben jij? Eline. Eline en? Tisha. Tisha. Dames, wat zien jullie er geweldig uit? Een glitterpak. Ja. Is dat jouw favoriete pak? Ja. En is dat ook jouw favoriete pak? Ja. En willen jullie later ook met de Olympische Spelen en zo meedoen? Ja, heel graag. Heel graag? Ja. Ja, en jij ook? Als het lukt wel. Als het lukt wel. Dames, jullie hebben gekeken naar het tv-programma en toen zagen jullie in één keer twee meisjes. Die gingen in de split. Ik zal even voordoen. Dus die gingen zo in de split. En die gingen lopen over de catwalk. Dat is dit. En dat deden ze op snelheid. En toen dachten jullie... Dat kunnen wij sneller. Dat kunnen wij sneller. Wedden dat ik de split kan lopen. Hier, van hier naar daar en weer terug. Het record staat op 38.1. En 38.1 is gehaald door Maartje. En Maartje is hier. Hallo Maartje. Hoi. Je hebt een microfoontje, dus je kan praten. Maartje, deze dames die gaan jouw record proberen te verbreken. Yeah. Wat is jouw gevoel? Ik hoop dat het ze niet lukt. Je hoopt dat het ze niet lukt? Ah. Oh. Nou, wij hopen wel dat het lukt. Nee, lieve schat. We gaan het zien. 38.1 was al heel snel. Als zij er overheen gaan, we zullen met jou afspreken. Als het ze lukt, dat jij dan weer binnenkort weer zegt van ik kan het nog sneller. Zullen we dat doen? Ik ga het proberen. Geef het wel een applaus. Goed dat je er bent. De loting heeft bepaald. De loting en het ziet er zo... Ik heb het vanmiddag weer gezien in de repetitie. Het ziet er zo raar uit. En zo leuk. De loting heeft bepaald dat Eline mag beginnen. Dus dat wordt spannend. Zullen we vast naar achter lopen? Eline, even in de split. Dat heb ik al zeker een jaar niet meer gedaan. Ik deed het vroeger ook altijd. Eline en Tisha, als u net inschakelt, zeggen allebei dat ze heen en terug tot de rode lijn kunnen lopen in een split. We hebben het ooit wel eens in China ergens gezien op een YouTube-filmpje. En in één keer kwamen deze aanmeldingen ook hier binnen. En Lina gaat de eerste poging wagen om het record van Maartje, en dat staat op 38.1, te verbreken. Daarna mag natuurlijk Tisha het gaan proberen en een beste tijd neer te zetten. Als je er klaar voor bent, mag je je duim omhoog steken. En dan gaan we beginnen met de weddenschap. Dan gaat ook de tijd lopen. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaat je weddenschap nu in. Kom op. Kom op, laat moedig aan. Hup. Je zit op 11 seconden. Oh, dat gaat heel goed. 65. Je moet wel doorlopen nu. En probeert u nu niet thuis, mensen. Oh, dat is een hele snelle tijd gaat het worden. 26. En tik hem aan, tik hem aan. Ja! Gestopt op 28.2. Dat betekent dat je nu al recordhoudster bent. Nu. Lieve Maartje. Nu al is het gelukt. Dus als jij nog een keer meedoet, moet je sneller zijn dan 28.2. Tisha, ga vast in de split zitten. En als je er klaar voor bent, dan hey, iets naar achter. Tante Betje. Ja. Zo makkelijk gaan we niet beginnen. Ben je er klaar voor? Dan gaat je weddenschap. Nee. En als je dat nog één keer doet, dan disqualificeren we je. Nee, natuurlijk niet. Nee, kom op. Als je er klaar... Ja. Nee. Wat? Ei. Als je er klaar voor bent, dan gaat je weddenschap op in gaan lopen. Hè? Nu in. Succes. Goed zo. Tempo op. Hey. Je zit op 8 seconden. In China uitgevonden. Kom op. 22. Kom. Tempo. Tempo. Ja. Ja. 27.7. Sorry. Fantastisch gefeliciteerd. Kom even lekker naar voren. 27.7. Tisha is de winnaar van het splitwalken. Wat gaat er door je heen? Ik ben heel teleurgesteld. Ik ben heel teleurgesteld. Ja.
Wat? Ik word helemaal gek van emotie. Wat gaat er door je heen? Ik word helemaal gek van emotie. Ja, natuurlijk. Hier zijn de prachtige werden dat ik het kan. Bokaaltjes, omdat we fantastisch vonden dat je er was, krijg jij een kleine, alsjeblieft. Deze is voor jou. En je krijgt ook nog 1000 euro erbij. Dat is lekker. Goed sparen voor later. En heel veel succes, dames, met turnen. Geef ze een geweldig applaus. Elina en Tisha, jullie mogen daar...